We hadden er al vaak over vergaderd en telkens uitgesteld, maar op 12 januari 2015 zijn we dan toch met geleende spullen, weinig ervaring en 0 euro budget begonnen met dagelijkse nieuwsuitzendingen op tv. De eerste dag was een lange dag met veel lol, veel pionieren en heel veel overnieuw beginnen. Uiteindelijk konden we de kijkers 's avonds 3 nieuwsitems tonen op tv. We zijn nu een jaar verder en hebben inmiddels veel geleerd. Maar we zijn er nog lang niet en we leren elke dag bij. En we hebben nog heel veel plannen voor de toekomst. Nou. Ja, kom iets korter bij. Ja, en niet die handen zo over de borst. Nee, okay. En doe eens een keer zo door de haren. Ja, nee, dat mag je zeggen, dat mag je zeggen. Cameramensen, die moeten overal zetten. Teken, knopje, wat heb je? Nee, volgens, wilt u maar over praten? Eigenlijk niet. Start voor onder contact. Ja, dat klopt. Het startte vandaag inderdaad met de eerste journaaluitzending die we een jaar geleden al beloofd hadden. Maar nu is het werkelijkheid. Wat kunnen de kijkers verwachten? Mensen kunnen vooral verwachten elke dag het actuele nieuws. 5 dagen in de week en op de zaterdag en de zondag zullen we een compilatie maken. Mensen eventueel tips hebben, hoe kunnen ze dan contact benaderen? Ze kunnen de info het beste insturen via info@contactfm.nl.